Dag Hans, de zomervakantie zit erop. De hoogste tijd om de draad weer op te pikken van onze maandelijkse videoblog. Nu, de zomer staat een beetje bekend als komkommertijd, maar ik neem aan dat er toch wel een en ander gebeurd is dat het vermelden waard is. Als jij terugkijkt op de voorbije weken, wat moeten we onthouden? Ja, ik denk in dit verband in termen van adjectieven. Een aantal woorden blijven me bij, toch, toen ik er deze morgen over nadacht in de trein. Enigszins saai, zou je kunnen zeggen, want dat scenario van een zachte landing, dat blijft maar op post. In dit geval is saai goed, voor alle duidelijkheid. Enigszins verrassend. We hebben toch wel ook op politiek vlak een heel bewogen zomer gekend. Het begon eigenlijk al net voor de zomer met Macron, die tussentijdse parlementaire verkiezingen afriep. Dan hadden we de beschieting van Trump op 13 juli, het aftreden van Biden 21 juli op de Belgische Nationale Feestdag. En dan hadden we ook nog het afspringen van de Belgische federale regeringsformatie, althans voorlopig eind augustus. En dan een derde adjectief, zou je kunnen zeggen, is enigszins nerveus, omdat we toch wel wat tumult hebben gezien op de financiële markten begin augustus. Ja Hans, veel gebeurt dus. Ik stel voor dat we jouw analyse eens punt per punt gaan bespreken, wat meer in detail. Om te beginnen hoor ik jou zeggen, softish landing, dat blijft het macro-economische basisscenario. Hoe kom je tot die conclusie? Ja, softish landing scenario, daar bedoelen we mee dat die economie al bij al goed blijft presteren. Dat zien we in Amerika, iets minder in Europa natuurlijk. Maar toch, de laatste cijfers waren ook iets positiever. En dan in combinatie met inflatie, die nog altijd duidelijk daalt. Wat op zijn beurt dan de deur opent voor renteverlaging. En dat is ook effectief met zoveel woorden aangekondigd al in Jackson Hole eind augustus door Fed-voorzitter Jerome Powell, die effectief zei, the time has come for interest rate cuts. Dus ja, dat is toch wel een scenario dat we met heel veel aandacht blijven volgen. Als we kijken naar het politieke, laat ons focussen op de Verenigde Staten. Ja, daar heeft Joe Biden aangekondigd dat hij zich niet herverkiesbaar zou stellen. Hij schoof meteen Kamala Harris naar voren als nieuwe democratische kandidaat. Intussen hebben we de democratische conventie gehad. Is dat allemaal officieel? Het wordt wel een bijzonder spannende strijd, denk ik, hè, tussen Donald Trump en Kamala Harris. Ja, enorm. Het is wat men dan noemt een nek-aan-nek race. En dus dat is wat we een aantal maanden geleden niet hadden verwacht. Want toen leek alles nog in de sterren geschreven dat Trump het zou gaan halen. Dat is nu veel minder duidelijk. Wat we tot nu toe kunnen zien is dat er toch wel een heel duidelijk verschil ligt in de verkiezingsprogramma's. Zonder nu te kunnen zeggen wie het gaat halen. Maar bij Trump zien we echt veel meer die aandacht liggen op belastingverlagingen. Misschien ook importtarieven, verhoogde importtarieven, vooral ten opzichte van China. Hij is ook echt voorstander van een fel zwakkere dollar. En hij gaat volledig een ban leggen op immigratie natuurlijk. Dat zijn maar een aantal aandachtspunten die weliswaar tot meer inflatoire toestanden zouden kunnen leiden als die allemaal worden geactualiseerd. Bij Harris ligt de nadruk veel eerder op belastingverhogingen. Hè. Dus daar ligt de nadruk op een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21% naar 28% en ook een verhoging van de belastingen op de Amerikanen die in het hoogste inkomensdeciel zitten. Hans, deze zomer was er ook financiële tumult, in begin augustus was dat. Wat was eigenlijk de aanleiding voor die onzekerheid, die zenuwachtigheid op de financiële markten? En heeft het een effect gehad tot op vandaag? Het heeft tot op vandaag weinig effect gekend, want het is eigenlijk al bijna zo goed als vergeten. Maar goed, het is toch belangrijk om daar nog even bij stil te staan, want algemeen wordt daar aangenomen dat het te maken heeft met een aantal speculatieve posities. De zogenaamde yen carry trade wordt daar genoemd dan, dus waarbij investeerders lenen in een zeer goedkope en laag rentende munt, in dit geval de yen, en uiteindelijk beleggen in activa die meer opbrengen. Dat kan wereldwijd zijn. Maar als natuurlijk die spread tussen de Japanse rente en de Amerikaanse rente bijvoorbeeld kleiner wordt, dan worden die speculatieve posities al eens teruggedraaid. En dat leidt dan tot heel veel marktvolatiliteit. En dat is effectief wat we gezien hebben. Er is dus toch wel een en ander gebeurd. Als we nu vooruitkijken naar de komende maanden, waarop is jullie beleggingsstrategie dan gebaseerd? Ja, hier het scenario van een zachte landing pleit in principe nog altijd voor een duidelijke voorkeur voor aandelen. Want uiteindelijk is het zo dat die bedrijfswinsten eigenlijk in een stijgende trend zitten en niets wijst daar vandaag echt op dat lijkt te zullen keren. En dat in combinatie met de renteverlagingen die er zitten aan te komen, dat is toch wel echt belangrijk. We hebben die al heel lang verwacht, maar nu komen ze ook effectief aan. En dat zou toch de beurs toch nog moeten kunnen ondersteunen. En misschien meer dan in het verleden, en dat is ook de hoop, maar ook toch wel een convictie, dat die meer wordt gedragen nu door andere
aandelen, andere sectoren, niet enkel IT en luxe, maar ook door de bredere markt, zeg maar. En dat zou de beurs ook stabieler maken. Maar natuurlijk, er zijn natuurlijk events, zoals we gezien hebben begin augustus, die ons herinneren aan die marktvolatiliteit en mogelijke risico's. En in dat verband vinden we het toch altijd heel belangrijk om goed gediversifieerd te blijven. Goud, de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank bieden toch echt wel tegenwicht in dat verband. Bedankt voor jouw analyse, Hans. En we blijven de vinger aan de pols houden de komende maanden. Dank u.